Hallo en dag reviewvrienden. Hoe is het daar? Hier is het. Nou, je ziet, hier is niet helemaal goed. Ik heb zojuist mijn pink volledig opengesneden. Het bloedpoot eruit. Het was een bloedbad. Het was bijna flauwvallen. Maar ik ben er nog. Speciaal voor jullie. Doet wel zeer. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we snel gaan kijken, voordat ik weer ga bloeden. Voilà. Wat is dit het? Toetjes. Ik begin mezelf een beetje te herhalen. Dat heb ik ook wel in de gaten. Want ik zeg altijd, ik hou niet zo van toetjes. Ik vind het zonde van het diner. Ik vind het zonde van het eten. Ik ben ook niet zo zoete kou. Ik ben heel snel misselijk. En dan heb je zo'n toetje en daar hebben zo'n kok zo'n vreselijk zijn best op gedaan. En ik denk alleen maar, kan ik niet gewoon een koffie met de knipogen krijgen? Hè? Snap u? Goed, dit zijn toetjes van Almhof. Nou en, zou je zeggen? Dat zeg ik ook. Nou en, maar dit zijn toetjes van Almhof en ze heten Hoekje. En dan denk je, waarom nou een hoekje? Er zit een hoekje in met, hoe noem je dat? Met dip. Met spulletjes wat je erop kan gooien. Ik wil. Deze heet chocoballs. En in het hoekje zitten chocoballs. En voor de rest is het gewoon yoghurt. Dit hoekje zit gevuld met krokante amandelen. En ze noemen het Venetië. En waarom? Mijn god weten. Want ik ben wel eens in Venetië geweest. Maar dan krijg je niet krokante amandelen in je yoghurt. Oh, het is pistache yoghurt. Ah, vandaar dat het ook een beetje groen ziet. Hartstikke leuk. Ja hoor, een hoekje gevuld met choco cookie. Valt me nog mee dat we niet een cheesecake variant hebben. Die zal nog wel komen waarschijnlijk. Vanille yoghurt met choco cookie. Hier word ik al misselijk van het idee. Hier word ik al misselijk van het idee. En dit begrijp ik voor geen meter. Maar goed, het heet Jans Reviews. Dat betekent dat ik moet gaan proeven. Laten we dat gaan doen. Maar welk Almhof hoekje zou ik mee beginnen, mee starten? Even kijken. Ik begin wel gewoon met de chocolaatjes. Ik doe het wel gewoon zo, wat maakt mij het uit. Zo, hoppatee. Trek je dit eraf. Kijk, hartstikke leuk. Heb je hier dus de helft van de yoghurt op zitten. En wat heb je nou? Kijk, een hoekje vol met chocoballen en yoghurt. Lepeltje, kleur die. Alles onder die chocoballen. Goed, je gooit die chocoballen erin. Ze plakken ook nog. Goed, yoghurt, chocoballen, even roeren. Wat een gedoe zit dit. Komt die. Ik doe er nog een chocoball in. Want er zit een krokantje in. En ik moet zeggen, de yoghurt is gewoon lekker. Gewoon een normale yoghurt. Dat is een normale yoghurt. Helemaal niks. En die chocoballen erin. Maakt het lekker. Ik denk dat er een beetje koek in zit of zo. Iemand die de hele dag loopt te zeiken dat hij niet van toetjes houdt en van chocola. Het is gewoon te genieten van hoekje chocoballs. Dan gaan we naar hoekje pistache yoghurt met krokante amandelen. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hier dus ook weer die hele laatste flats erop. De pistache yoghurt ziet er een beetje uit als tegelvoeg. En dit zijn dan de krokante amandelen. Nou, wat zie ik? Het bestaat nauwelijks uit amandelen. Hier zit een amandel in. En voor de rest is het allemaal een soort koekcrunch. Dus we worden opgelicht. Er zit bijna geen amandelen in de vers gebrande amandelen. Maar goed, we gaan even proeven. Misschien is het namelijk wel heel erg lekker. Je weet het niet, hè. Het is. Oké. De pistache yoghurt is niet mijn smaak. Liever gezegd. Ik vind het niet om te bunkeren. Waarom zou je ook pistache yoghurt maken? Wat ik van de chocoballs leuk vind is dat je gewoon een yoghurt hebt met een topping. Hier hebben ze dan weer rare yoghurt met een topping.
En met die topping is iets aan de hand. Krokante amandelen krijgt als topping. En je zit voornamelijk koek te vreten. Dat is gewoon koek. Dat voelt als oplichting. Dus dat je die pistachejoghurt maakt is smerig. Maar dat je dan de topping ook nog een keer een soort oplichtingsschandaal van maakt. Maakt het niet goed. En dan noem je het ook nog een keer Venetië. En die arme mensen in Venetië die weten niet eens wat dit is, die bende. Ja? Voor jullie. En dan gaan we naar de choco cookie vanille yoghurt. Hier, atseflats. Oh, dat ziet er lekker uit. Godzame kraken, dat ziet er niet heel lekker uit, hè? Maar dit ziet er toch niet echt heel lekker uit, toch? Of, het lijkt wel een bak zonnebrandcreme. Met stront van een konijn. Konijnenkak in de zonnebrandcreme. Even lekker roeren. Dat zal het worden. Het zal wel meer zoet zijn natuurlijk van de vanille. En dan de chocoladecookies, ja. Vanillejoghurt is lekker. Chocoladecookies zijn ook niet heel vies. Maar die vanillejoghurt is wel lekker. En voor mij hoef je koekjes niet, maar het is ook niet vies. Ik moet eerlijk zeggen dat ik deze helemaal hoe het eruit zag, had verwacht dat het echt heel vies was. Zo'n lekker toetje. Zoals wel vaker bij Jans Reviews gebeuren er unieke dingen. En niet alleen dat ik bijna ben doodgebloed, maar bijvoorbeeld ook dat ik toetjes heb met chocola erin. Waar ik allebei niet van hou, van toetjes, nog van chocola. Voor mij hoeft het niet, gooi me weg die troep. En ik vind ze dus allebei lekker. De enige die ik dus niet lekker vond was dus zonder chocola. Dat is ook wel grappig. Tijd voor de cijfertjes. Kijk. Dat toetje Venetië noemen, dat kan. Hè? Je zit toch met een team met elkaar van hoe zullen we het noemen, die troep. En dan zegt er eentje Venetië en dan zegt de ander, nou doe maar. Maar pistachejoghurt, wie verzint dat? Dat is niet te bunkeren. Een groene troep, zonder echt een lekkere smaak. Het is een beetje, ja, dat je denkt, volgens mij is deze yoghurt over tijd, weet je wel. Dan doe je een topping eroverheen en dan schreeuw je van de daken dat er gebrande, krokante amandel in zit. En het krokante is gewoon koek wat je erbij hebt gemieterd. En er zitten een paar stukjes amandel bij. Maar over het algemeen hoor je van de koek. Niet van de amandel. Daar hou ik niet van. Dus dat is A. Niet lekker. B. Gelul op het doosje. Dus deze krijgt van mij een 3. Ja. Ik ben knijterhard. Als je gewoon niet doet wat je zegt, ben je bij mij de sjaak. De vanille yoghurt met choco cookie was lekker. De vanille yoghurt is prima op smaak. Niet te zoet. Niet te vanille, niet te chemisch. De chocolacookies, prima, niks aan het handje. Voor mij hoeft het er niet in. Maar goed, who am I? Ik ben een Jan. Maar deze is gewoon goed. Kun je gewoon voor je kindjes kopen, hoef je niet voor te schamen. Dus ik geef deze een 6. Ja, dat is een beetje een mager cijfer. Maar ja goed, ik moet toch wel een beetje in stand houden dat ik niet van de benen hou. En een 7 is voor de naturel yoghurt met chocodip. Nou, nu zal je wat vertellen. Nu zitten er zelfs witte chocoladedip bij. Nou, als ik ergens door een gruwelijke hekel heb, is het witte chocola. Want het is namelijk geen chocola, dat is cacao boter. Ja, heeft niks met cacao zelf te maken. Maar die dingen, die overigens plakken als de pest, daar zit... Daar zit nog een bite in, een soort koekje. Met een chocolade dingen, hoesje, dan in een lekkere gewone yoghurt. Prima product. Ik zeg een 7. Mooi. Vlug naar de supermarkt om die toetjes te kopen voor jezelf, voor je kinderen. En deze moet je dan voor je schoonmoeder kopen, want die is niet te vreten. Ja? Nou. Ah.